De kenniskring hield gisteren een lezing over onze ouderszorg. De gastsprekers waren Ernesto Yabini, directeur van Huize Asiana, en advocaat Sikhar Bisisse, die voorzitter is van NEHOP Nederland. Vrijwel alle bejaardentehuizen in ons land zitten vol en er is bijna geen plaats meer voor nieuwe aanmeldingen. Voor gezinnen met werkende kinderen wordt het heel moeilijk om aan hun ouderszorgplicht te voldoen. De deskundigen gingen in op dit probleem. Yabini zegt dat Huize Asiana nagaat wat de vraag is naar ouderszorg en probeert zoveel mogelijk daarop in te spelen. We hebben gekeken naar onze wachtlijsten en we hebben opgemerkt dat bepaalde mensen de aanvragen doen niet omdat ze willen eigenlijk dat hun mensen permanent binnen moeten blijven, maar omdat ze geen oppas hebben bijvoorbeeld wanneer ze aan het werk moeten gaan. En wij hebben toen daarop ingespeeld om dan onze diensten uit te breiden met een dagopvang, waardoor mensen hun ouders of vader of moeder 's morgens afzetten en dan aan het werk gaan en in de middaguren terugkomen om hun vader of hun moeder op te halen. Bij de dagopvang hebben we verschillende activiteiten. We hebben een aangepaste aerobiek programma, we hebben yoga, we hebben uitjes naar buiten voor de bewoners. We hebben verder ook kansspelen, biljart. Dus de hele dag door hebben ze hebben een goede dagbesteding. En dat is belangrijk, alleen dat ze ook niet een eenzaam gevoel hebben. Dat wanneer ze naar huis gaan, dat ze kunnen zeggen dat ze een goede dag hebben gehad. En dat is ook belangrijk, een belangrijke focus voor ons binnen de organisatie. Dat wij zorgen voor een goede dagbesteding voor de mensen. Niet alleen voor de mensen van de dagopvang, maar ook voor de mensen die permanent binnen wonen. Ernesto Yabini, hij is directeur van Huize Asiana. De kenniskring hield gisteren een lezing over ouderszorg. Behalve Yabini was ook advocaat Sikhar Bisisse gastspreker bij deze lezing.